wilds of Borneo. And the vineyards. Come up, Julian. Come up, jongen. Eskimo. Yeah. Veldhoog staat achter jou, hè, jongen. Kom. In het weekend van 8 en 9 oktober werd honk en softbal gespeeld op Sportpark de Lissevoort in Nuenen. Het jaarlijkse MEET-toernooi. MEET, waar staat het voor? MEET. MEET staat voor Missing Ear European Tournament. En dat is zowel MEET in meeting, hebben we mee te maken. En met Missing Ear is een speelse verwijzing naar ons aller Vincent van Gogh. We hebben ook een beker die maar één oor heeft. Het is een internationaal toernooi, heb ik begrepen. Welke landen doen ze al mee? Nou, behalve een heleboel teams uit Nederland, hebben we een team uit Ierland, dat is voor het eerst dit jaar. Dat zijn de Belfast North Stars. Dan hebben we een Engels team, wat voor de heel veelste keer al hier is. Die waren er al in de jaren 80 bij. En die zijn er nu eigenlijk weer een aantal jaren. En we hebben een Italiaans team dat dit jaar voor het tiende jaar deelneemt. Vincent, this is not the first time you're here. How about it? No, it's one of my favourite tournaments. I love coming here. I love the people. The Dutch people are just the best. And this tournament to us is our end of season fun. We've played well, we've played hard. And this just is our release. Ze regelen eigenlijk allemaal zelf het verblijf. Wij zeggen dat ze hier kunnen kamperen. En er zijn er een heleboel die daar dankbaar gebruik van maken. Zodat ze alleen maar 's nachts uit de kantine de tent in hoeven te rollen. Maar zeker de wat oudere deelnemers, die kamperen liever niet. Die slapen of in Nuenen in het hotel, of in Gelderop in het hotel, of in Eindhoven. Een aantal hebben er zodanig veel vrienden gemaakt dat ze wel ergens bij mensen thuis onderdak vinden. Dus dat is nooit een probleem. Echt wel. Zo'n heerlijk weer. Een sigaretje. Het is een honkbaltoernooi, maar het is niet alleen honkbal. Het is ook softbal, dus ook de dames. Ja, het is mixed. Er zijn 7 honkbalteams dit jaar en 4 softbalteams. Het aantal softbalteams is niet veel. Hoe komt dat? Nou, softbal is helaas wat kleiner in Nederland. Dus er zijn veel minder spelers. En wij zijn alsnog erg blij met 4 teams. En het is natuurlijk wel het hele weekend dat je kwijt bent. Het niveau is redelijk divers. Zeker de Italiaanse en Engelse teams zijn wat minder van niveau. Maar die komen ook heel erg gewoon om weer oude vrienden terug te zien. En wat de Nederlandse teams betreft hebben we ook redelijke verschillen. De instructeurs springen er bovenuit, hè. Instructeurs, zegt het al. Daar zitten zelfs spelers in van het oud, voorheen Nederlands team. Dus dat is een behoorlijk goed niveau. Voor de hoeveelste keer wordt dit toernooi georganiseerd? Nou, het is de 24e meet. Dus volgend jaar hebben we een groot jubileum. Moeten we kijken of we dan nog wat mooiere dingen kunnen organiseren met nog wat meer buitenlandse teams erbij. Dus en het wordt nog steeds van alle kanten graag bezocht. It's just the fun. It's just the way people are with each other. It's just perfect. You get everybody joining in the games, having a laugh, enjoying ourselves. It's not too serious. And you have the bar afterwards and chat and fun and dancing. Well, what's the name of your team? We're the Essex Redbacks. We're from Essex, just near London. Are going to be those lovely men in blue jerseys. And they all come from Essex. Nah, they're all right. Hello, boy. Wie was de winnaar vorig jaar? Nou, vorig jaar hebben de instructors gewonnen. Die hebben eigenlijk sinds ze meedoen vanaf 1998 geloof ik, ik denk wel een keer of 10 gewonnen. Dus die zijn ook dit jaar weer eigenlijk hoog ingeschat om opnieuw de cup met één oor mee naar huis te mogen nemen. Honkbal en softbal is eigenlijk een zomersport. Dat betekent dat dit het einde van het seizoen is? Ja, we hebben op het einde altijd 3 weekenden met toernooien voor alle teams. We hebben een eendaags toernooi vorig weekend voor de echte jongste jeugd. En dit weekend plus 2 hierop volgende hebben we toernooien voor de senioren en junioren teams. En we hopen altijd dat het nog mooi weer is in oktober, zodat we die toernooien nog kunnen draaien. En dan is het seizoen inderdaad voorbij. En is het wachten op de winter. Hey, we're going to 4! 4-1! Everybody go to 4! I've got my home. Move that body. 2-4! Hey, Eric. Gotta work your holds a little bit longer. Bear your looks. Bear your looks. Change your timing there. Hit me with your red up stick. Hit me. Hit me. Hit me. Hit me. Hit me. Hit me.
Kom op, Julian. Wat een goeie. Thank you.